Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Meesters in de Tuin TV. Vandaag gaan we in gesprek met Johan de Jong van DES Hekwerken en Olivier Ten Bos van Donhoveniers. Heren, welkom aan tafel bij Meesters in de Tuin TV. Dit keer geen event, maar een opnamestudio. Zo kunnen we toch een stukje inspiratie en kennis overbrengen. Um, naar de kijker, naar de professional, maar dan uh, via YouTube. Um, dank voor jullie komst, Johan. DS hekwerken, hekwerken toegangstechniek. Vertel eens wat meer. Ja, de naam er zit hekwerken. Heel achter. Dek. Misschien niet helemaal beladingen, wat wij inderdaad, zoals je het mooi zegt, toegangstechniek, toegangverlening, dat is eigenlijk wel een beetje wat wij doen, toegang tot een terrein of een pand uh, verlenen. Ja. Ja, en dat doen we dan in, uh, met een hekwerk gecombineerd, maar er zit inderdaad ook heel veel techniek, uh, techniek aan. Nou, DES, de ik denk de meeste van onze kijkers wel, uh, wel bekend uh, wat wij doen en wie wij zijn. We staan bijna 26 jaar, uh, in januari uh, 26 jaar. En wij uh, zijn ooit begonnen met uh, poorten maken, dus poorten uh, geplaatst in één dag. Dat we eigenlijk zo kunnen halen. Ja. ja, dus uh, dat doen wij met uh, 32 mensen vanuit uh, onze locatie in Vuren. Uh, Vuren uh, midden, wat land een beetje tussen Utrecht en Breda gelegen. En daar uh, een productielocatie, ons experience center. Uh, en daar zit ook onze ontwikkelingafdeling, uh, administratie, verkoop. Uh, alles uh, vanuit die locatie. En gaan wij heel, uh, heel het land door en soms ook wel uh, wat uh, naar het buitenland. Ja, gaaf. Ik ken jullie vooral vanuit inderdaad de toegangshek, dus de toegangspoort tot de woning. Ja. Uh, maar je vertelde net al een beetje in een voorbespreking: je maakt ook gewoon 100 meter hekwerk. Ja, dat is wel maatwerk zeg maar. Uh, als dat gewoon een afrastering is, dan is dat niet zo onze expertise. En dat zie je eigenlijk tegenwoordig ook veel door de overnier gebeuren. Dat is toch meer tuinaanleg, uh, schuttingen, uh, tuinafrasteringen. Dat is niet zo onze toegevoegde waarde. Maar als de klant zeg ik wel een mooie poort met daar aansluitend in dezelfde stijl, look en feel. ook het, het toegangs. Uh, of het hekwerk bij, het afsluitende hekwerk moet ik zeggen. Ja. dan doen we dat zeker. Er uh, zijn ook uh, mooie klussen om te maken. En daar doen we ook de bouwkundige werkzaamheden dan bij. Dus uh, met een hele tuinmuur uh, eronder, uh, volledig uit één stuk, ook geprivet uh, bij ons in de werkplaats. Uh, ja. hebben we hebben nu een mooie klus, er uh, zit 100 meter tuinmuur onder met een heel maatwerk, hekwerk erop met allerlei bochten en hoofdverschillen. Ja, dat, uh, dat is... Het cool. heeft dan wel onder zoveel meter gemetselde pilaren bijvoorbeeld, ja, echt het luxe werk. Ja, echt een soort, zeggen... Nou, een beetje klassiek hebben we het dan wel. Hè. Inderdaad, wat je zegt, met een stuk hartsteen en een mooi pilaar. Uh, dat, ja, 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 ja mooie, mooie dingen om te maken. En daar zit dan twee toegangspoorten in. Ja, en die techniek is ook wel een beetje ons ding. Hè. Als het beweegt en uh, je komt ja. aanrijden en die wordt herkend en het gaat open. Dat is wel ook uh, waar wij warm van worden. Ja, ja, wat wij vooral niet willen, is heel veel van hetzelfde. Zeg maar. nee. Altijd weer iets nieuws, iets anders. Uh, uh, met de klant meedenken, doordenken. Dat, uh, dat is waar onze waarde is. Dat is zit. precies ook wat meest in de tuin is. Maar daar komen we zo zeker nog, uh, zeker nog op uh, wat waarom we bij DS moeten zijn. Ja. Tegenover zit Olivier van Donhoveniers. De naam zegt het al. Een hoveniersbedrijf. Ja. Met ontwerp neem ik aan. Klopt. Uh, vertel eens wat. Uh, nou ja, wij zijn een hoveniersbedrijf uh, wat met name in het hogere segment werkt. Uh, dat is ook waarom wij vaak met DS in contact komen. Uh, onze klanten die, uh, die hebben vaak een, een toegangspoort nodig. En uh, ja. Uh, dat werkt gewoon heel fijn met, uh, met Juist. Ja. Is er een specifieke reden waarom je bij DS komt? Is er iets waarvan je zegt van ja, maar dat, dat is precies waar wij ontzorgd worden? Of... Nou, eigenlijk zeg je het al gelijk. Uh, het voelt echt heel ontzorgend, omdat uh, eigenlijk er nog nooit iets fout is gegaan. En uh, het werkt gewoon heel makkelijk. Wij gaan samen met de klant naar DS toe. Uh, daar wordt alles besproken. Dan krijgen we de tekeningen en uh, de offertes en dergelijke. En eigenlijk, zoals zij al zeggen, uh, het staat ook in één dag. En uh, daar is ook nog nooit iets fout gegaan. En uh, daarom vinden wij het gewoon een hele fijne samenwerking. Ja, dus Jo, moet ik me dat voorstellen dat jij altijd dan met de eindklant in gesprek bent? Dat heeft zeker onze sterke voorkeur. In het verleden deden we dat nog wel eens een keer niet, zeg maar. Nou, dan uh, als, als Don, wat, wat fijne partijen zijn, hè? gewoon professionele tuinaanleggers, uh, 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 bedenkers, tuinaanleggers. Dat zijn, dat zijn gewoon fijne partijen die het, uh, die het ook snappen, die het niveau van de klant ook snappen, zeg maar. De, gewoon de, de gerenommeerde hoveniersbedrijven. En uh, wij zien dat ons product eindelijk te complex is om te zeggen, nou, ga maar op pad, neem ons uh, fotoboek maar mee of een foldertje mee en, en ga, uh, ga het maar doen. Ja, daar leent ons product zich niet voor. Uh, nou, het is ten eerste maat afhankelijk, uh, moet goed gekeken worden. Uh, Loopt er niet te veel op, dan kan die poort wel open draaien of moet die misschien schuiven of moet die, moet die gaan vouwen. Daar begint het al. Als dat niet goed gaat, dan, dan heb je met de montage een groot probleem natuurlijk. Ja, dan zit er heel veel design in. Nou, dat dat is een samenspel natuurlijk tussen de ontwerper en, en, en wat technisch te maken is en wat voor ideeën wij daarbij hebben. En dan zit er heel veel techniek aan. Ja, met uh, hele computers en, en apps en weet ik veel wat er allemaal voor komt kijken ja, om, ja. om zo'n poort te laten bewegen. Mm -hmm. Ja, Dat gaat wel buiten de, uh, wat de Hovenier uh, moet weten, vind ik. Uh, dat kan je niet verlangen van een Hovenier dat hij dat allemaal weet en kent. En dat, uh, dat ontwikkelt zich natuurlijk ook ieder jaar nog weer door. Dus, dus wij hebben het liefst uh, de Hovenier als ambassadeur van DES. Stel uh, ons voor bij de klant. Uh, en dan gaan we of gezamenlijk naar de klant of uh, komen we naar ons experience center. Daar Kom, Don komt altijd mee. Ik uh, vind ik ook toegevoegde waarde. Die, uh, nou, die, uh, die denken mee. Die weten die, weten die kent de, situatie. Kent de situatie. Ja. Ja. Sommige hoven niet zeggen, zeggen. Nou, ga maar eens kijken. En dan komen we later op locatie om de situatie te bekijken. Dat uh, is ook een goede formule. Ook uh, prima. Ja, maar dat is, dat is de fijne manier van werken ja. vind ik. Ja, en ja. dan. dan ja, ik vind het wel heel eng. Dat je zegt. Er, er gaat nooit niks mis. Die laten we <laughs> wel heel hoog. Ja, ook wij zijn maar mensen. Ja, maar dat is wel onze insteek. Altijd een tien. En uh, alles goed vastleggen. Goede tekeningen. Duidelijk doorspreken. Alles bemonsteren. Uh, zodat we uh, iedere keer weer streven naar die tien. Ja, er zal we eens een keer een negen tussen hebben gezeten. Maar ja, het moet wordt het weer, ook uh, wel weer opgelost. Het, als er wat is, moet het ook opgelost worden. Maar het is wel fijn en zorgt het ook, Olivier, natuurlijk, dat je kunt zeggen van... Um, het hele verkooptrek van die poort gaat gewoon gebeuren binnen dat experience center. Daar zal het ja. kennis in huis. Want het is dus niet een stereotype product wat je vanuit een boekje kunt verkopen. Je kunt nee. daar misschien wel de stijl in kiezen van het wordt een klassieke poort, het wordt een moderne poort. Maar uiteindelijk de is de datering zo groot en, en, en ook het stukje maatwerk, uh, mm -hmm. dat je uiteindelijk dan toch rechtstreeks met die specialist in contact gaat. Ja, ja. Nou ja, wat wij ook vaak proberen is uh, om, om te matchen met de woning. En vaak zijn het nieuwbouwwoningen waar 3D-tekeningen van zijn. En uh, die stuur ik dan in eerste instantie naar jullie toe. Mm -hmm. Uh, zodat jullie alvast een beetje kunnen kijken van wat past het beste uh, qua stijl bij het hekwerk. En uh, kunnen we dat terug laten komen. En vaak laten we ook dezelfde metselstenen uit de woning in de poort verwerken. Zodat het echt een, een, een eenheid is. Ja, dat is ook het leuke van ons vak. Ja, ja. ja we maken. Nou, Best heel veel poorten per jaar, nooit twee dezelfde. Maar ja, dat is toch, Iedere keer weer, is het toch weer anders. Nee. Natuurlijk leen je wel eens componenten van de ene poort naar de andere. En is niet iedere poort 100% uniek. Dat zal te ver gaan om dat te roepen. Maar het, zijn, het is geen gekopieerd, geplakt geheel. Zeg maar, die tekening, die passen we daar nog een keer toe. Dat is niet ja, We gaan met veel partners in gesprek. En dat is ook waar meesten in de tuin om draait. Om het onderscheidende vermogen, een stukje maatwerk bieden. En dan zie je bij veel bedrijven dat maatwerk een extra stukje is. En dan is dat dimensie binnen dat bedrijf. Maar jullie hebben eigenlijk niets standaard, nee. ja, dat kan. misschien een bepaalde stijl, maar... Ja, we hebben een stijlselectie, zullen we dat noemen. Er zitten 60 verschillende modellen in ja, om, om een klant toch een beetje een richting op te krijgen en vooral te snappen wat die klant mooi vinden. Als dus wij denken dat die klassieke poort mooi vinden en het moet een hele moderne zijn, ja, dan hebben we elkaar ook niet goed begrepen. Ja, dus uh, om dat wat te filteren hebben we dat in vier stijlen. Tijdloos, landelijk, modern en klassiek. Nou, alleen dat geeft al een beetje een, een afgeleide van welke kant moeten we op. In tijdloos en klassiek, dat zit soms heel dicht bij elkaar. Dus in, de, in die zoektocht naar het, de ultieme poort voor die klant eh, hebben we wel wat standaard modellen. Ja, hebben we hebben ook een configuratietool op onze website, daar kunnen we heel snel een tekeningetje maken. Maar je ziet eigenlijk altijd dat daar toch, ja, dan moeten de spouweries verder uit elkaar. En dan moet hij weer wat gesloten en ja. dan is het de privacy en dan is het de doorkijk. En zo heeft iedere klant toch zijn eigen le leuke specifieke uh, kanten en wensen. En hebt, uh, hebben de ontwerpers wat leuks bedacht. Dan kunnen we daarin meedenken. Dat, dan houdt het gewoon iedere dag weer leuk en divers. Ja, gaaf. Want Olivier, jullie maken renders, natuurlijk, 2D, 3D ontwerpen. Misschien wel op een gegeven moment een, uiteindelijk een keer een video van een beeld van hoe zo'n tuin eruit moet komen te zien. Mm -hmm. En dan kun je natuurlijk vanuit verlichting, bestrating, meubels, kun je bepaalde elementen in jouw rendersoftware laden en die gewoon in dat ontwerp plakken. Mm -hmm. Maar met een maatwerk port is dat misschien wel lastig. Of biedt DS daar weer mogelijkheden toe? Hoe ga jij zo'n poort zichtbaar maken in een ontwerp dan? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, de poort hebben wij nog nooit echt 3D uitgewisseld. Dat is wel ja. een, een goed idee. Ja. 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 Maar het, 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 ik je. kunt ze ja, kunnen het bij jou wel zien. Ja, we hebben het ja. gewoon 3D, dus het, ja. het, kan, het kan gewoon. Ja. Nou zit het meestal wel zo, uh, uh, nou, zo'n tuinontwerp vooral, zo'n 3D visualisatie, zit natuurlijk vrij vroeg aan het, het traject. Hè. Die klant moet natuurlijk meegenomen worden in de richting die jullie zoeken. Ja. En dan zie je wel dat de technische uitwerking, dan komt die poort eigenlijk een beetje pas in beeld. Hè. Dus er zit wel, er staan wel wat spijlen en wat pilaren vaak, maar echt, het is niet het helemaal. En dat is denk ik met heel die 3D visualisatie, het is, Vooral het grote lijnenspel. Ja. Waar staan wat elementen en, en hoe ziet dat er dan bij benadering uit? En wij maken altijd 3D-tekeningen. Ja. Maar om dat echt nog een keer in die rendering te stoppen. Dat, is, ja, ja. dat dan is heb ik wel mooi, eens gezien, ja. gezien bij jullie, uh, Johan, dat je gewoon van Google uh, Street View, Earth, weet ik veel, ja. kun je een, een beeld pakken van, ja. van een bestaande situatie. En dan kunnen jullie port als het ware gewoon als het ware inslepen. Ja, dat klopt. Dat kunnen wij. Alleen, we hebben die tool denk ik, drie jaar geleden laten ontwikkelen. Alleen, ja. In mijn beleving is het zoiets heel simpel altijd. Zo denk ik altijd over. Die. Ja, ja hoezo? is helemaal niet moeilijk. Je kan het bedenken, dus het kan gemaakt worden. Maar dat blijkt in de praktijk dan toch iets complexer. We kunnen het uh, alleen niet met de klanten bij. eigenlijk. Dat is net de stroperig dat proces. Uh, duurt tien minuten. Uh, en zeker in een klassieke poort. Je zegt: Nou, doet hem iets wat hoger. Dan moet je al die spuitjes uh, aftoppen en zo. Dat schijnt technisch vrij complex. Ja ja, 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 ja. Dus dat kunnen we voor de klant maken. Maar eigenlijk niet waar die bij aan tafel zit. Ja, nee, maar wat is, je wel is, doet is het 3D ontwerp ja, bouwen. Zeker. Ja, zeker. Waar die bij ja. aan tafel. zit. Ja. Ja, soms. soms Het ja. hangt een beetje hoe het gesprek loopt af. Kijk, sommige klanten die willen gewoon. Ja, uh, dit wil ik. Uh, Maak maar iets moois. Ik hoor het wel. Ja. En sommigen hebben alle tijd. Die hebben drie uur uitgetrokken om bij ons langs te komen. En dan gaan we wat meer de diepte in. Dus dat hangt een beetje van af hoe dat proces loopt. Ja, maar ik, het is wel onze uh, nadrukkelijke wens. Om eindelijk, op het moment dat die klant die focus hebben... zit bij ons aan tafel. Don uh, heb je bedacht. Hier komt die uh, poort te staan. dat wij gewoon kunnen laten zien. Ja, ik, we zitten nu altijd door foto's heen te bladeren en dat hebben we best goed geregeld. We kunnen heel snel de goede foto wel vinden, maar het is altijd toch net even iets anders. Hè. Ja, dan moet je eigenlijk even deze paal van deze foto met het hek van deze foto bij elkaar. En dat is dan volgens mij wat jullie willen hebben. Ja. En dan zie je al die, die, dat gat al een beetje zo door het hoofd heen draaien. Nou, dan doen we een rondje door ons Experience Center en dan doen we ook de productie bekijken. Dan staan meestal een stuk of tien poorten klaar voor klanten. En dan zien ze daar, een, ja, dit, is, dit is wat ik bedoel. Net hadden we een heel ander beeld. Ja, ja, ja. Ja, dus dan zie je dat verschuiven van nou dat, dat, ja, dat is wel ik een heel nu. traject dan. Ja, he, ja, je ja, 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 dat dus je wel, is op het uiteindelijke plan ja. gaat komen. Ja, zeker. Ja. Ja. En, en, en ik wil eigenlijk gewoon dat plaatje, zoals we het voor ogen hebben, dat willen kunnen bouwen waar ze bij zijn. En dat is wel waar we naar streven. Ja. Ja, het stond eindelijk voor dit jaar al uh, hoog aan de agenda, maar we hebben het zo ontzettend druk dat dat altijd van die processen zijn ja, die dan een ja, keer. Ja, dan ja, moet je een keer zeggen: gaan we echt doen. Dus we kunnen, we kunnen redelijk snel 3D ontwerpen, maar niet met de klant aan tafel. Eigenlijk. En dat is jammer, ja. Ja, want je raakt hun focus kwijt. Je stuurt ze weg en je gaat aan de gang. En een week later stuur je de tekeningen, nou, dit hebben we bedacht. En dan is de interactie weg hè, en dan moet eigenlijk gewoon gelijk gebeuren. En, nou. Dit is helemaal top. Niks meer aan het doen. Zo willen we hem hebben. Dat, is, ja. dat zou het ultieme zijn. En bij de klant thuis, op uh, uh, locatie met de iPad voor de oprit gewoon nog even een keer zo uh, draaien en, ja. en, en dan ja, hebben we dat. je tegenwoordig ook al met meubeltjes in je eigen woonkamer ja, kunt ja, plaatsen. Ja, een stukje behang op je muur. Goed, die techniek staat duidelijk. voor niets en die innovatie die zal ongetwijfeld opgevolgd worden en, uh, en zal komen. Ja, 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 het staat voor niets. Ja. Ja, het ja. valt mij altijd tegen. Ja, ja, ja. maar uh, dat is ook wel een, een lastig product. Uh, er zijn heel veel tools waar je dat vrij simpel mee kan, maar die worden dan opgeblazen, zeg maar. Ja. En als je een hek opblaast, dan wordt de spuil op, opeens ook heel anders. De, de ja, verhoudingen ja, ja. zijn er weg en daar zit schijnbaar de moeilijkheid. Ja, ja. oké. Okay. Nou is het zo dat het onderscheidend vermogen dus zit in het feit dat je eigenlijk alles kunt maken, bijna wel. Ja. Um, maar wellicht ook in het ontzorgen van die hovenier in, in het proces van aanleg. Want hoeveel werk heeft die hovenier er dan nog aan op het moment dat die poort eraan komt? Ja, in principe is, is het, het grondwerk, uh, zeg maar, uh, het uh, heel het gat graven waar wij de poort in laten zakken. Want dat is dus Voorbereid door de hovenier? Voorbereid door de hovenier. Wij maken daar zelfs de tekening voor. Zo breed, zo diep, zo'n zandpakketje onderin. En bij Donkom, dan weet je zeker, hoef je de laser niet neer te zetten. Dan plaats je hem zo in en zo hebben we nog een aantal klanten. Uh, hoef je niet te checken. Soms zetten we nog even de laser op, doen we de hoogte nog even uh, verifiëren. Ja, en dat, dat is zeg maar wat wij fijn vinden. Hovenier doet het voorbereidende grondwerk. Wij zetten de poort erin, stellen hem af, stellen hem, af, stellen hem in bedrijf, leggen aan de klant uit hoe het werkt. Ja, en de service, uh, ook belangrijk natuurlijk achteraf. Het technisch product staat buiten in weer en wind. En het gaat altijd op het verkeerde moment een keer mis. Uh, als je echt haast hebt en je moet uit de poort. Dat hij niet open wil. Uh, ook dat zeggen wij uh, vooral bewust ook. Uh, nou, klanten hebben daar een contract voor. Uh, met zelfs uh, afgedekte responstijden. Hoe snel wij op locatie moeten zijn als er uh, problemen zijn. Dat stukje uh, halen wij weg bij de Ovenier. Zeg maar. Dus als er problemen zijn met de poort. Bel je niet naar de Ovenier. Maar dan bel je naar DS. Wij 24 dus de bedankt. klant staat in direct contact met de specialist. Zeker, zeker. En kan op ja. die manier. Zowel uh, uh, op voorhand in het ontwerpproces. Ja. Als naderhand in het onderhoud. Zeg maar. Ja. Gewoon, uh, ja. Daarin ontzorgd wordt. Ja, en dat moet je ook willen. Tenminste, we hebben we ook wel klanten die zeggen: nou, wij doen heel die tuin in een contract, bijvoorbeeld onderhouden. Dan nemen we de poort in mee, maar dat vinden wij geen fijne formule. Want wat gebeurt er dan? Uh, het is uh, maandagochtend vroeg, je moet het vliegtuig halen. Slecht voorbeeld nu misschien, maar ja, ja, ook gaat dat gebeuren. Gaat de poort niet open en dan nou, gaan ze naar de hovenier bellen, het kantoor is nog dicht. Paniek in de tent. Ja, dus we hebben het liefst gewoon de service gewoon rechtstreeks. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, Ik kan me voorstellen, Olivier, voor jullie ook dat dat redelijk ontzorgend werkt, natuurlijk op het moment dat jullie eigenlijk alleen maar de voorbereiding hoeven te doen. Ja. Die poort komt aan, die mannen die zetten hem goed en die installeren eigenlijk alles. En ja. is het voor jullie een kwestie van aansluiten, afwerken en, 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 en uh, daaromheen werken. Klopt, ja, ja, ja. En ik heb ook zoiets van: je moet je bij je eigen vak houden. En ja, wij zijn geen poortenbouwer of metselaars. Wij willen gewoon een mooie tuin maken. En uh, ja, die toegangspoort, dat is gewoon iets, nou ja, dat, dat laten we graag doen. En dat gaat nu altijd goed. En. Als je met een zwembadbouwer werkt. Ja, dan trek je ja. ook een specialist erbij. En die... Klopt. En nou hebben we wel veel ervaring ook met zwembadbouwers. En natuurlijk, uh, wij maken ook maatwerk zwembadranden met, met Trifium bijvoorbeeld. Um, maar het zwembad zelf, ja, dat is niet ons vak. Nee. We weten wel wat ervan en ook van de poorten. Uh, we weten wat er mogelijk is, maar voor de rest uh, is het natuurlijk het fijnst als je het gewoon aan de specialist overlaat. Ja. Ja, je ziet natuurlijk wel dat dat veel uh, uitgebreider is. Zo'n hoveniersvak. de uh, ja, verlichting, tuinverlichtingen zijn eigenlijk wel redelijk uh, bij de hovenier uh, tegenwoordig. Ja. Het is natuurlijk allemaal wel veel simpeler om aan te leggen, maar ja, ik denk ons product zal zich nooit uh, evolueren naar een product. Waar je zegt nou, laat de we dat maar even meenemen. Dat, nee, dat, daar zit veel, dat bestel je wel, online. Nee, nee, nee. Dat zien wij ook wat? in de algemeenheid. Dat die natuurlijk die Ovenier moet enerzijds meer verstand hebben van zaken. Aan de andere kant zien wij ook dat is ook mede weer een beetje de totstandkoming van meeste in de tuin. De specialisaties ontstaan. Je ziet nu bedrijven ook die zich gespecialiseerd hebben in hout, gespecialiseerd hebben in bestrating, ja. gespecialiseerd hebben in verlichting. Uh, um, zo zijn we meerdere partners van ons die echt een specialisatie hebben. En dan zien we ook dat de beteroveniers gebruik maken van die kennispartners, ja. Ja. omdat ze gewoon weten dat ze daar gewoon voor alles eigenlijk terecht ja. kunnen. Ja. En um, um, dan moet ik ook zeggen dat Um, dan ook steeds makkelijker direct contact is met de consument. Want dan durf je het ook over te laten. Ja. Hè? Als ze een consument naar het Experience Center voor jullie sturen, dan weet ze gewoon dat het goed komt. Ja. En dat is ja. natuurlijk wel een prettige gedachte in plaats van dat Olivier namens Don. Alles moet verkopen ja, ja. en overal verstand van moet ja, hebben. Ja, dat en dat is natuurlijk ook wat we zien bij de, bij de, bij de huidige sierbestrating of tuinhandel. Die hebben 20.000, 30 30.000 artikelen. Mm. Uh, wat ook nog eens ieder seizoen wisselt. Ja. Je kunt, daar heb je dan misschien gemiddeld een zesje qua, voor qua ja. kennisniveau. Ja, 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 ja. Maar dan houdt het wel op. Ja, dan doe je het al knap, denk ik. Dan, dan doe je het al knap, ja, ja. 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 En je kunt nooit van alles zoveel weten. En, en juist op dit niveau is die, is die detaillering extreem belangrijk. En dan moet je toch bij die speculatie. Maar toch, het, toch zie je dat toch. Is het nog wel een beetje in de overnieuwse wilt Dat het toch wel eng is hoor, om een klant weg te geven. Ja. Gesprek te laten. En nou, met Don hebben we al zoveel gedaan, die, we, die hebben dat vertrouwen. Maar dat moet echt wel groeien. Dat, dat merk je wel. Ja. Ja. En, maar wij, wij komen ook wel graag mee met onze klanten. Ja om uh, ons, nou ja, het is wel onze ja, klant. En... Ja, nou, daar zijn jullie wel uniek, in moet ik zeggen. Meeste zeggen, nou, ga maar gewoon. Uh, de koffie is daar goed, weten we. Uh, je wordt daar geholpen. En uh, kijk, uh, het maakt ons ook niet uit of een klant. Natuurlijk heb we ook een planning, maar of die nou een uur komt of drie uur komt. Als je die, die aandacht nodig hebt, dan, dan geven we die gewoon. Dus, uh, maar als jij weet dat die klant vanuit een overnieuw of een architect komt en jij beschermt en bewaakt dat ja, goed, is het, dan is dat in orde. Dan, dan moet het in dan orde dan zijn. Ja. Want hoe ga, hoe ga je er dan mee om als er op zaterdag iemand binnenkomt lopen? Ja, nou, meneer Pietersen. Soms lastig, zeg maar. Uh, ja, en dat, dat komt natuurlijk wel voor. Uh, ja, sommigen hebben, hebben gewoon een, uh, een tuinplan bij. Ja, dan zien we wel van wie het is. Ja. Dan weten we, oh, we moeten wel even met de onschakelen hoe we dat praktisch invullen. En, en waar, uh, waar, waar ze wat bedacht hebben en hoe we dat in hun hoofd hebben. Ja. En soms zie je ook wel dat ze alleen het ontwerp hebben laten doen en dan doen ze de aanleg zelf. Ja, dat is wel lastig. Kijk, we natuurlijk hebben we ook eindklanten als particulieren gewoon die rechtstreeks bij ons komen. Ja, dat... die kopen alleen een poort. Die kopen alleen een poort. Ja, ja en heel vaak is dat natuurlijk wel in de, uh, Wordt er geen tuin opgeknapt of geen nieuwe tuin aangelegd, dan... Nee, voor alleen... straat te maken doet alleen de oprit. Zo die is, willen ja. poort, en dan en dan komt een poort en is klaar. Ja, of er is ingebroken. Dat is ook voor ons wel uh, de trigger om een uh, klant naar ons toe te krijgen, dus... Om toch uh, maar een poort aanschaffen. En dan ja. toch een poort aanschaffen. ja. Aan ja. Ja, en uh, ja, ik denk de helft van onze klant is wel gewoon een particuliere eindklant. Dat is wel gewoon wat er gebeurt. Uh, en, maar dat is dan meestal niet in de nieuwbouw of in de grote renovaties. Uh, nee. Dan zit het ja. toch wat meer uh, alleen op die poort. Ja. Als we kijken naar de techniek die er op dit moment mogelijk is. Een, 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 een poort kan omhoog, omlaag, opzij, open, vouwen, draaien, ja, nou, wat vraag. kan een poort allemaal? Omhoog en omlaag, dat zijn, uh, er, zijn, of er is één producent die daar beweert dat het kan. Ja, als... Dan is het is nog de vraag of het handig is. Ja, er zijn soms situaties waar, ja, maar het is, het is bijna altijd een praktische afweging hoe laat je een poort bewegen. Uh, in basis bij drie, uh, drie vormen daarvan, Dan gewoon een open klappende poort en uh, twee delen, dat kan iedereen denk ik zich wel, uh, wel voorstellen. Dat... Dus dat nou was tot een jaar of vijf geleden ook de meest gangbare beweging. En tegenwoordig maken we ook heel veel schuivende poorten. Ja, dus, nou, uh, je ziet toch dat de kavels toch wat kleiner worden. Grond is schaars in Nederland. Dus uh, ook kleinere kavels met gewoon flinke huizen erop waar een poort gewenst is. Je uh, hebt niet altijd de ruimte om te open te kunnen klappen. Dus uit twee delen open scharnieren. Dus dan gaan we naar links, naar rechts of naar twee kanten open schuiven. En dat is meestal dan een praktische keuze om toch het terrein af te kunnen sluiten. Zonder dat Eigenlijk altijd op basis van ruimte wordt dat. Yes, ja, ja. Niet of esthetisch. Ik, uh, dus, ik merk juist ja. dat er heel veel voor schuifpoorten wordt gekozen omdat dat gewoon smaak is. Ja. Tegenwoordig ja. meer dan ja. draaipoort. Ja, moderne tuinen zeker. Dan ja. snap ik wel wat je zegt. Dat is dat wel. Ja. Dus ik denk dat op het moment dat we... Uh, ik denk dat de meeste sport die we maken zijn schuivend. Ik denk dat dat het is. Ja, toch ja, wel. Ja. Ja. Ja, ja. ja, dat was vijf jaar geleden echt gewoon meer sporadisch. Ja, en dat zie je gewoon... Nou, dat komt enerzijds denk ik ook wel uit de moderne tuinen, wat jij zegt. En anderzijds uit de praktische kant. En dan hebben we sinds uh, drie jaar daar nog een extra beweging uh, bij bedacht. En dat is een vouw: een vouwende poort, die vouwt uh, uit twee delen weg. Ja, is ook wel een soort van... Ieder deel fout in zichzelf ja, en naar dan dan ja, dan ja. de zijkant weg. En dat is, heb eigenlijk twee redenen. Als je dus geen plek hebt om te schuiven, soms is de kavel smal aan de voorkant. En heb je geen ruimte om dat te laten schuiven. Dus dan is die vouwbeweging. Als je bijvoorbeeld een heel sterk oplopend terrein hebt, dan zou je niet kunnen draaien. En dan heb je met zo'n vouwbeweging minder uitslag. Dus kies je voor zo'n vouwpoort. En zo'n vouwpoort kunnen we ook als een hele snelle poort uitvoeren. Zeker in het uh, hoge security uh, segment. Daar hebben ze je, heb je behoefte aan heel. Kort zeg maar, de oprit open en zo'n vouwport kan je ongeveer in 5-6 seconden ook laten openen en laten sluiten. Dus het is of uit praktische overwegingen dat het fout, maar dan langzaam, of uit veiligheidsoverwegingen dat het fout en dan snel. Die, die drie bewegingen kennen we ja, en in de grond in verdwijnen. Op zich vind ik het de meest logische plek om een poort te laten verdwijnen, want dan zit hij nooit in de weg. Maar in het Nederlands klimaat met veel grondwater. En, uh, bij... Ik heb al, ooit online inderdaad wel eens gezien, maar ja. misschien was het een render ja. van die staven die ja, gewoon zo in de grond verdwijnen. Het, het, het is ook, en volgens mij is er ook een echt filmpje van online. Het is een uh, Pools product uh, ja. wat op de markt is. We zijn ons benaderd om daar uh, in Nederland uh, dealer uh, van te worden. Maar ik geloof niet dat het in Nederland toepasbaar is met alle grondwater en, 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 en steentjes die daartussen vallen. En, uh, en storingsgehalte. Dat denk ik goed voor onze service. <laughs> ja, misschien, maar, ja. ja, of daar de klant dat, zo blijven. Dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Nee, nee het is uh, uh, leuk filmpje. Ik heb hem ook al een paar keer bekeken. En ook wel vragen gehad vanuit de markt. Mensen zien dat natuurlijk ook van allerlei kanalen dat dat bestaat. Ja, dus ik heb ooit een klant gehad die zegt. Nou, op mijn hoofdpijn wil ik wel zo'n in de grond verdwijnende poort, Ga maar importeren. Uh, ik heb er toch van gezien ja. <laughs> nee, nee. hey, en, en prijstechnisch, uh, ik, we hoeven geen bedragen te weten, maar zit daar heel veel verschil tussen die drie vormen? Nee, wat vooral de zeg maar, meest de prijs beïnvloedt, is de, uh, de twee pilaren zeg maar. of, of palen of pilaren of kolommen of hoe uh, het ja. ook heet. Iedereen heeft daar zijn eigen benaming voor. Uh, ja, dus als je dat bouwkundig gaat maken, dus, dus vanuit steen of stukwerk of betonwerk, dat is bewerkelijk en dus kostbaar. Als je dat uit staal gaat maken, is dat, is dat goedkoper. Zeg maar. Dus daar zit wel een hele prijsverschil in, in het type ja. paal wat hij langs opschuift of langs opgesniert. Ja, ja qua bandbreedte, ja. Wij van uh, elektrisch bediende poorten van 7.000 tot misschien wel 40.000 euro. Daar ergens in die bandbreedte kunnen wij poorten maken. Ja. Ja. Ik zeg altijd, voor het budget hoef je bij ons niet weg. We kunnen, we kunnen meedenken. Het is wel dat ze bij ons altijd heel veel moois zien en dan... Gas ja. daarvoor kiezen, en dan ja, dan valt dat wel een daar Hangt dan vaak weer een ander prijs. Ja, ja, natuurlijk. Maar, ja. maar dat, vinden, dat vinden wij ook leuk om daarin ja, mee te doen. Ja, ja, zo is het. Ja, zo is het. Ja. Ja. En dan maak je die, die poorten, wat je al zegt, hè, je maakt ze in, in zo dat ze in één dag geplaatst kunnen worden. Dus dat betekent dat los van het hekwerk en de techniek, ja. waarschijnlijk ook de kolommen daaromheen helemaal meegemetseld, gestuukt of wat ja. dan ook zijn. Ja, daarom is daarom... Dus je een stukken door zijn dienst, messelaars. Ja, in dienst. Zeker, zeker. Ja, we, hebben, uh, we zijn uh, totaal uh, met z'n 32 sinds. Vorige week. Uh, en daar zitten zo'n beetje tien uh, diverse vakgroepen in, zeg maar, uh, die wij nodig hebben om poorten te bouwen. En een hele tak voor de afwerking, dus ook? Ja, dus nou, het begint bij uh, nou, een stukje verkoop, natuurlijk, is ook een vak, uh, denk ik. Uh, dan een stukje ontwerp en technische uitwerking. Dan uh, zit er laswerk in. Uh, poorten, bijna alle poorten hebben staal. Dan zit er houtwerk in. Hoeveel uh, houtproducten, uh, natuurlijk, die we verwerken. Uh, dan hebben we een betonnen onderconstructie nodig. Dan moet beton gestort worden. Dan moet er gemetseld worden. Soms een stukje doord worden assembleren, elektrisch uh, uh, assembleren en in bedrijf stellen... en dan monteren. En dan moet er nog een keer een factuur in dat is de administratie. Dus ja, die is al ook die... belangrijk. Ja. <laughs> o, ook niet onbelangrijk, hey, En Olivier, als je dan kijkt naar wat je net al aangaf... Hè, dat die pilaren of die kolommen, zoals je het zegt... die sluiten vaak aan op de woning... door middel van dezelfde gevelsteen of hetzelfde stukwerk. Is dat ook wat jij dan als ontwerper dan ambieert... om, om, om wel die, die link te zoeken? Of zou je graag liever iets geks of iets moois maken? Dat hangt een beetje, een beetje van de klant af. Um, ik vind het sowieso mooi als het echt een, een eenheid vormt. En dan nou mag het van mij wel een beetje spreken, want het is eigenlijk het eerste aanzicht uh, als je bij een huis komt. Dus een gekke poort, ja, dat zou ik zelf heel erg leuk vinden, maar niet iedereen houdt daarvan. En, uh, de klant zal vaak wel... de connectie met de woning zoeken, zeker? Ja, ja, ja dat, is, ja. Wel veilig, dat is wel veilig. Het worden ja. vaak uh, best wel strakke poorten. Ik merk ook wel dat er veel wordt gekozen voor hout. Uh, maar ja, wat ik zelf ook bijvoorbeeld ja, wel echt geweldig vind, is als je, als je dan bij hun in de werkplaats staat, dan zie je ook die echte handgemaakte metalen poorten. Uh, het moet natuurlijk je smaak zijn, maar dat je allemaal van die krullen en dan zie je daar mensen aan het werken. Dan, dan zie je dat het eigenlijk gewoon echt een, een ambachtelijk werk is, zo'n ja. poort. Er zit ja. heel veel uh, handwerk in. Ik had gisteren een klant die... Uh... Die, uh, de, uh, ik deed er een beetje lachig over we gaan een hek uitzoeken en we gaan een experience center Niks aan te beleven aan zo'n hek. Ja. ja, dus hij was bij ons binnen. Nou, is, de, de, is de bimer aan het grote scherm, wat dingen bekeken. En toen de, de productie door. Hij zei, nou, ik, uh, Sorry, maar ik, ik moet mijn excuus aanbieden, want dit, uh, dit had ik niet verwacht. Wat ik hier allemaal heb gezien. Ja, daar word ik er wel heel vrolijk van. Ja, ja, heel leuk. ja, er gebeurt echt veel. Ja, het is echt leuk om. Maar dat is ook het leuk om te zien dat ja. je uh, eigenlijk bij jullie de loods in kan lopen en ziet hoe het gemaakt wordt. Want support ja, het is natuurlijk niet een, een heel goedkoop product uh, dat dat zie je er ook wel aan af maar er zit ook gewoon heel veel werk in ja ja het is, het is een bewerkelijk stukje en dus maar wel wel bijna alles is mogelijk dus als ik die plagen roze wil hebben blauw rood uit staal ja, koper ja, ja. Nee, maakt uh, niet uit ik zeg, als het technisch te maken is dan dan, dan gaan wij dan denk mee. jij mee ja, en dan ja, ja kijk je idee we toevallig lentepoort gedaan negen meter met hout gevuld schuivend ja dat was technisch op het randje zeg maar, we hebben echt wel een uitdaging gehad om dat allemaal te kunnen maken en te doen. ja dus ergens zit er een beperking wat niet kan, maar dan zit het meestal nee, op, technisch, uiteraard. op technische vlak. maar ja zeg ik wel. dan zeg je bijna nooit nee. nee we hebben er nu een gemaakt, uh, daar zitten bomen en planten in, want dat was een privacy ding. en dan mocht geen dichte poort van uh. soms is er ook uh, gemeente -eisen aan. Uh. Nou, wat is zo'n poort altijd vergunningsvrij te plaatsen? Mm, uh, nee niet, uh, niet altijd. ja ja het is, soms is zijn de kavelpaspoorten zeg maar die er wat over zeggen. soms de bestemmingsplannen die er wat over zeggen. Er zijn ook heel veel gemeenten die er weinig of geen beleid voor hebben. Uh, in het gooien heb je wel weer beleid, dan mag het, uh, als het maar 50% transparant is, mag het weer tot 2 meter hoog vergunningsvrij. Ja, het is een weerwaarde aan regelgeving okay. uh, die, daar, uh, die daar omheen geldt. Dat is maar. ook maatwerk. Diepe, voor de, uh, de Rooilijn, een erfafscheiding is 1 meter en daarboven is vergunningsplichtig. Dat is wel een redelijk algemene regel. Maar heel veel keer wordt daar toch ook niet op gehandhaafd of, of is al heel de buurt al vol met, uh, met ja. hoge poorten. Dus altijd grijs gebied uh, waar, waar dat zit ja en in Nieuwbouw is dat wat, wat transparanter en dan ja, het beste is om het gelijk op het ontwerp van de woning. Uh, al is maar een, uh, een lijntje met toekomstige poort twee meter hoog, als je dat wil, of, of 1,50 hoog. Ja. En dan de stempel op de vergunning, dan is de poort gelijk mee vergund. Dat is de, dat is de slimste. Maar dat... Het is wel het beste om mee te nemen. Uh, ja, ja, ja het, kan, het, het, het kan wel eens wat gedoe opleveren. Ja. En soms zie je wel poorten ja, met uh, de palen, mogen dan twee meter hoog zijn. en de poort maar 1,50 krijgen we aan die rare ontwerpfratsen. Maar ja, het is iedere keer weer dus een, een stuk op zich. Ja, iedere ja. keer een stuk op zich. Ja. Nou, nou hebben we het gehad over. Het, het is geen tegeltje. Ja. Nee, 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 alles overigens ook niet altijd makkelijk. Maar. Nee, nee, nee dat, geloof ik zeker. dat geloof ik zeker. Maar daar hebben we het nu niet over. Maar, nee. um, nou, Het gaat over het onderscheidend vermogen. Dat kan in de vorm van het product zitten, van het hekwerk, uh, de materialen die je daar toepast. Maar ook in het bedienen van de klant. Hoe ga je met de klant om, het experience center. Ja. Wat wij leuk vinden is ook een stukje innovatieontwikkeling naar de toekomst kijkend. We houden van gimmicks, uh, uh, app bestuurbaar, ja. kentekenherkenning, gps herkenning, weet ja. ik veel. Deel je wat leuks met ons? Komt er wat leuks aan of uh, het ontwikkelt... kunnen we al dingen die we niet weten? Ja, misschien wel. Uh, je poort open doen uh, als je aankomt vanuit je auto. Iedere zeg maar. uh, Tesla heeft dat schijnbaar standaard erin zitten. Je kan op het grote scherm van de Tesla aangeven als ik daar rijd. Dan moet de ingebouwde zender van mijn Tesla geactiveerd worden en dan gaat er iets open we dus zit in dat zendbereik wel een beperking, zeg maar dat is niet oneindig. Dat je niet uh, drie kilometer voor mijn poort gaat dat werken. Maar als je zeg maar, nou, bij, die, ongeveer bij die lantaarnpaal, zegt tegen de tester: als ik daar rijd, moet je mijn zender indrukken en gaan we mijn poort open. Dat bestaat. Dat is er al. Ja, dus, dus op GPS-locatie iets activeren, ja, nou, uh, poorten koppelen met internet. Ja, daar zijn we wel, wel druk mee, zeg maar ja, het lijkt simpel, maar is meestal toch nog wel wat complexer. We moeten dan je internetkabel. Naar buiten halen, vanuit je beveiligde omgeving naar je poort toe, dus, dat is niet altijd wat je wil. Nee. Dus daar zijn wel wat uitdagingen om, om echt poorten in inter, aan internet te koppelen. Daar zijn we wel een beetje terughoudend in gezien de veiligheid. Ja, dus maar, ja, echt een hele harde uh, gimmicks. Ja, ik zei net al, het gaf mij niet heel snel, uh, snel genoeg nieuwe dingen. Ja, dat evolueert iedere week, maar deze is, nou... Uh, je wil het ook storingsvrij kunnen maken. Natuurlijk. Ja, je, wil ja, je kunt wel een, iedere ja. nieuwe gimmick gelijk installeren. Ja. Maar als je vervolgens iedere week bij die klant thuis moet komen. Dat is niet, uh, omdat zijn GPS-locatie niet klopt ten opzichte van nee, de poort. wat nee, vooral ding is. Uh, als je auto in die GPS-range blijft staan, dan ga je hek nooit meer dicht, bijvoorbeeld. Ja. Dus moet je weer een extra voorziening opbouwen, dat die maar kortstondig ja, in ene parkeert. De ene keer aan die kant van zeker, dan zit net ja. in die range. En als ik zo'n dingen zeg, maar die je automatiseert, geven we dan ook wel weer wat gedoe. Dus ja, wij zijn absoluut niet terughoudend met nieuwe technieken, maar we willen wel weten dat het klopt en dat het werkt. Ja. Uiteindelijk moet die klant blij worden. En dat is als alles werkt. Ja. ja, en dan zie je toch ja, het heel suf. Ons afstandsbediening is toch nog wel heel verkeerd dat ze daar toch wel heel fijn vinden dat hij er ja. toch bij zit. Ja, ja kan ja. me voorstellen. En ja, kentekenherkenning kennen we ook. Uh, helemaal geen ingewikkelde techniek. Alleen de positie van je auto. Als je een opleider aan hebt van 100 meter en je poort staat op 25 meter van de weg, dan sta je er altijd weg voor. Wordt je kenteken goed gelezen. Maar als je iets in de bocht moet rijden, dan moet je er eigenlijk al twee hebben. Omdat je een keer van de ene kant en de andere keer van de andere kant aan komt kan rijden, word je kenteken niet gelezen. En zo ja, zoals je altijd gauw bedacht, maar in de uitvoering soms wat complexer. Ja. Maar... Komt er komt nog genoeg aan. Er zit nog genoeg in de, in de pen en in de pipeline. En uh, over tien jaar zie je een poort er heel anders uit. Al is het maar het design of is het techniek. Ja, snap ik. Ja, en het zal ja. best een keer zijn uh, dat je een chip hebt in je arm. Uh, en je loopt langs de poort en dan gaat open. Dat gaat uh, ja. er wel van komen. En dat ja. het doorgaat in de tuin. Dat als je de poort open doet, dat dan de, de oprit zo uh, omhoog komt, verlicht. En je auto onzichtbaar, wel wel leuk, uh, ja. Ja, onzichtbaar verdwijnt. Uh, ja, ja, nee, Daar hadden ja. we toevallig ook uh, in, in het gesprek ook met inleid over. Dat je inderdaad bewegend verlichting mee kan laten, kan laten loopt, lopen. Ja, waar je rijdt of waar je loopt. Ja, 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 ja. Zo zijn, is iedereen wel bezig op zijn ja. vakgebied, natuurlijk, met, met ontwikkeling en innovatie. We hebben wel een, pakket, een pakketoplossing, zeg maar, voor in, de, in de Poortpaal, die hebben we nu vier jaar geleden ontwikkeld. Zeg maar, dus in je gemetselde pilaar of in je stukwerkpilaar. pilaar Je hebt wel een beetje volume nodig in die pilaar, natuurlijk, om er enigszins een pakket in kwijt te kunnen. Ja, daar ja, hebben we twee oplossingen voor. Of het is een trommelsysteem, dus dan is de deur altijd ontgrendeld, kan iedereen altijd iets afleveren, of niet thuis te zijn of niet de telefoon op te nemen. Dus het pakketje wordt erin gelegd, deur gaat dicht en dan wordt naar een lagere verdieping door die trommel getransporteerd en dan legt hij veilig en als je thuis komt kan, kan hem daar pakken. Of we hebben een elektrisch ontgrendbare deur. Dus dan moet je wel altijd bereikbaar zijn. Neem je telefoon op, zie je de DL of wie dan ook voor de deur staan. En dan doe je op afstand de deur los. En dan leggen ze het erin. En dan gaat de deur weer dicht. En dan is die ook beschermd. Zeg maar. Dus op en een trommel altijd bereikbaar. Dag en nacht pakket opvangen ja. zonder dat je daar aandacht aan hoeft te besteden. Of de deur ontkoppelen op afstand. Die twee oplossingen hebben we. Ja, en dat zie je wel. En dat is, dat is wel vraag. Naar. Al is bijna altijd wel de opmerking. Het oh, is toch relatief klein. kan niet alles in. Nee, dat klopt. Dat kan niet alles in. Nee, ja. nee, ja, nee. Dat, dat is wel erg zo. Ze hebben ze al echt wel groter gemaakt met extra palen erbij en zo. Dus ja, daar zie je echt wel dat er veel, uh, er, er veel vraag is aan die kant. ding van nu ook. ding ja. van nu, zeker. Ja. Ja. Gaaf. Goed, zijn we alweer aan het einde gekomen, heren? Gaat snel? Nee, nee niet. Ja. 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 gaat heel ja. snel. Ja. Ja. Of je moet nog wat te vertellen hebben. <laughs> nog genoeg, maar... Nee, ja, maar we hebben denk ik... Doen we ik een andere keer weer. Inderdaad. En dan live. De volgende keer weer live. Dat doen we in de volgende editie. Dank voor jullie komst Bedankt voor het kijken naar weer een nieuwe aflevering van Meest in de Tuin TV. Wil je meer inspirerende video's zien? Kijk dan ons YouTube-kanaal.